Allereerst mevrouw Van Weerdenburg, PVV. Ja, dank voorzitter. Ik moet zeggen, ik ben teleurgesteld over de opstelling van mevrouw Karimi van Oxfam Novib vandaag. Ze had de kans om een soort mea culpa ook naar de mensen thuis, naar de donateurs of de oud-donateurs van Oxfam Novib. En die heeft ze niet aangepakt. Ik mis een stuk zelfreflectie. Ze wil liever niet praten over de feiten, verwijst kortheidshalve naar de brief van de minister. En praat liever over de nieuwe protocollen, gedragscodes enzovoort. Concrete vraag. Als u uw optreden in 2012 in het licht van die nieuwe protocollen en de nieuwe gedragscodes zou beoordelen, zou dat door de beugel kunnen? En als dat wel zo is, dan zijn de nieuwe protocollen niet streng genoeg in mijn optiek. En als dat niet zo is, dan moet u gewoon opstappen. Waarom zit u hier nog? Waarom zit u aan tafel met die minister om te praten over nieuwe regelgeving die dit soort misstanden moet voorkomen, terwijl u zelf jarenlang daar deel van was? U heeft 6 jaar lang de kans gehad om dit te stoppen en heeft dat niet gedaan. Mevrouw Karimi. Ja, ik denk dat ik mevrouw Van Weerdenburg niet kan helpen. De antwoorden die zij verwacht, blijkbaar kan ik niet geven. Ja, dat zij zo.